In Photoshop zijn verschillende wegen die naar Rome leiden en zo is dat ook met verscherpen. Er zijn verschillende manieren en we hebben het de vorige keer al een keer over unsharp mask of onscherp masker gehad. En wil je die video terugzien, klik dan bovenin even op de link. Vandaag ga ik het hebben over slim verscherpen. En waarom slim verscherpen? Nou, eigenlijk gaat mijn voorkeur daarna uit omdat dat net iets verder gaat dan onscherp masker. En in Photoshop zijn er geen andere Verscherpingsfilters die eigenlijk gewoon van toepassing zijn. De, de optie scherper en meer uh, verscherpen: dat zijn gewoon hele simpele berekeningen. Blijf daarvan af. Je hebt natuurlijk ook nog wel andere methodes, zoals verscherpen met het high-pass filter, maar dat gaat iets verder. En daar kom ik een latere keer wel op terug. Vandaag gaan we het hebben over slim verscherpen. Om te beginnen. Um, een foto verscherp je altijd op 100%. Deze foto is bijvoorbeeld uitgezoomd tot 18%. Ga ik hierin in verscherpen, dan ga ik de kleine detaillering van bijvoorbeeld het haar of de ogen, die ga ik niet goed genoeg zien. En ga ik dat wel aanpassen totdat het bij 18% mooi is, dan krijg je een hele andere foto als je hem bijvoorbeeld groot af gaat drukken aan de muur. Het is gewoon niet eerlijk, dus je zoomt altijd in op 100%. Nou, en dan ga je bijvoorbeeld naar de ogen om maar wat te noemen. Hierin zie je dat je op zich uh, al wel een redelijk scherpe foto hebt, maar hij kan nog net een tikkeltje scherpen. Nou, we willen verscherpen op een manier dat je altijd nog terug kunt. We willen non-destructief verscherpen, zoals dat heet. Niet verscherpen en als we dan later nog dingen willen veranderen, dat die verscherping eroverheen zit en dat we daarmee moeten leren leven. Nee, we kunnen dat als een uh, filter eroverheen zetten en dat doen we om te beginnen door de laag om te zetten naar een slim object. Je klikt met rechts op de laag en je kiest voor slim object. Daar komt een klein vierkantje bij. En in principe, als we nu het filter toe gaan passen, dan komt er dat los bij en we kunnen dat uitzetten en we kunnen het filter eventueel ook nog veranderen. Slim verscherpen, dat vind je uiteraard bij verscherpen en slim verscherpen. En dan opent zich een dialoogvenster. Nou, links heb je het plaatje, daar kun je gewoon in schuiven. En in de achterliggende foto kun je ook schuiven. Je ziet bijvoorbeeld als je erboven gaat hangen, komt er een klein vierkantje. En klik ik nu ergens in de foto, dan gaat mijn dialoogvenster ergens anders naartoe. Maar ik kan ook, als ik de spatiebalk ingedrukt hou, de achterliggende foto nog verschuiven, zodat ik ook de ogen zie. Of als ik de control of bij uh, de Mac de comment indruk, dan krijg ik een loopje wat inzoomt en met de alt kan ik weer uitzoomen. Vervolgens zie je bij het filter een aantal dingen. Je ziet om te beginnen voorinstellingen. Nou, je zou daar als je instellingen hebt gemaakt deze nog kunnen opslaan. Laat ik dat gewoon even opklikken. Voorinstelling. En je zou bijvoorbeeld een weer kunnen laden. Het is makkelijk als je uh, vele foto's hebt waar je dezelfde hoeveelheid verscherping over wil hebben. Je zou dit dan makkelijk in een handeling kunnen automatiseren. Daaronder hoeveelheid straal en ruis reduceren. Dat zijn op zich bekende waarden die je misschien ook wel uit onscherpmasker kent. Hoeveelheid dat is de hoeveelheid verscherping die je krijgt. En de straal dat is hoe verder om uh, bepaalde contrastgebieden heen gekeken wordt. Nou, ik geef er gewoon even een draai aan. Als ik bijvoorbeeld 417% verscherp dan... Zie je dat er eigenlijk weinig gebeurt. Totdat ik de straal erbij openzet. En dan krijg je een foto die oververscherpt is. Wil je nou in de achtergrond nog het origineel zien? Dan kun je hier natuurlijk altijd de voorvertoning uitzetten. Deze oververscherping, dit is gewoon echt veel te veel van het goede. En inderdaad, ik zat op 150% en dat was op zich wel aardig. En dan is de straal nog steeds te groot. En dat is gewoon een klein beetje schipperen. Het is de feeling. Het ligt aan de scherpte van je origineel, de resolutie van je origineel, welke waarden je hier moet kiezen. Er is geen vaste waarde die je standaard op kunt geven. Een plaatje van 960 pixels hoog voor Facebook, dat vergroot je op een andere manier als een foto van, ik noem maar wat, 50 megapixel, zoals het er uit mijn camera komt. Nou, het nadeel van verscherpen is dat in dit geval is daar weinig sprake van, maar uh, ruis in de achtergrond. Dan, uh, dan zou je dat nog eventueel met Ruis reduceren aan kunnen pakken. Deze foto is gewoon in de studio gemaakt op ISO 100, dus van Ruis is eigenlijk gewoon nagenoeg geen sprake. Dan heb je daaronder de optie gaussiaans vervagen. En dit zijn drie methodes als je daarop klikt, waarmee je eigenlijk het, het, het soort algoritme van het verscherpen een beetje aan kunt passen. Je hebt gaussiaans vervagen, je hebt een vage lens en je hebt bewegingsonscherpte. Daar kun je een beetje mee spelen. Ik laat hem in principe altijd op gaussiaans vervagen staan, omdat ik dat toch het beste uh, resultaat vind geven. En daaronder staat schaduwen en hooglichten. En daar ligt een klein beetje kracht van dit filter. Je kunt namelijk in de hooglichten en in de schaduwpartijen nog een beetje spelen met hoeveel verscherping er toegepast wordt. Als ik bijvoorbeeld eens ga naar het haar, dan zie je dat daar uh, behoorlijk wat verscherping in zit. Ik ga het even een klein beetje overdrijven. Maar als ik nou bijvoorbeeld de hoeveelheid vervaging in de schaduwen omhoog schuif, dan zie je dat daar iets in verandert. Het wordt minder. Terwijl het hieronder bij het oog nog net zoveel blijft. Als ik bijvoorbeeld eens terug ga, dan zie je hier alle verscherping. En bij het oog gebeurt er eigenlijk niks. Nou, en dat geldt ook voor de hooglichten. Als ik die openzet, dan zie je bijvoorbeeld hier op de neus wel het een en het ander veranderen. Maar in de schaduw eigenlijk niet. Daarnaast heb je een, uh, een toonbreedte, dus de hoeveel uh, hooglichten of hoeveel schaduwpartijen je meepakt. En je hebt de straal hoeveel er omheen gekeken wordt. Hier kun je dus uh, eventueel nog een heel klein beetje uh, mee voezelen in, in de donkere gedeeltes. Nou, in principe doe ik hier ook vrij weinig mee. Want als ik bijvoorbeeld um, een, een verscherping toepas die op de ogen wel aardig is. En ik klik op oké. OK, dan gaat Photoshop aan de slag met het rekenen. En het komt er nou onder als een slim filter. En daar zit ook een masker bij. En het mooie is dat ik dan eigenlijk ook nog kan zeggen: van nou, zet het overal uit. Behalve op de ogen. Ik klik gewoon op slimme filters. Ik druk op Ctrl I. Alles wordt zwart. Ik pak een kwast. En die wat kleiner is. En ik kan bijvoorbeeld met wit over het masker heen gaan. Waardoor de ogen mooi scherp worden. En bijvoorbeeld ook de lippen. En nu heb ik een verscherping. Ik vind het persoonlijk eigenlijk nog net een tikkeltje te veel. Ik zou het nog iets minder kunnen doen. Wat je ook kunt doen is het op een tweede laag zetten. Daar de verscherping overheen zetten. En vervolgens die laag nog uh, aanpassen. Dat is ook een optie. Um, er zijn meerdere wegen, zoals ik het al vertelde. Wil ik de verscherping nou gewoon uitzetten? Dan klik ik op slim verscherpen uit. En dan is mijn verscherping verdwenen. Hij is nog wel aanwezig, maar hij staat gewoon niet aan. Ik kan hem weer aanzetten. En het mooie is, omdat ik dus een slim filter heb, hij moet overigens als je het aanzet weer eerst opnieuw renderen. Het mooie is, omdat het een slim object is, kan ik altijd nog terug naar mijn filter. Dus als ik nu dubbel klik op het woord slim verscherpen, dan kom ik weer terug in het filter met de oude waarden. En zou ik bijvoorbeeld net een klein beetje een verlaging kunnen kiezen als het te veel is. En weer op OK kunnen drukken. Vervolgens gaat Photoshop weer aan het rekenen. En worden mijn waarden opnieuw toegepast. En krijg ik een foto die wel verscherpt is naar mijn smaak. Waarom is een slim filter nou slimmer dan een tweede laag? Het houdt je bestandsgrootte een heel stuk kleiner. Als ik bijvoorbeeld slimme filters weggooien. en ik dupliceer mijn laag. en ik zou nou het filter gewoon toepassen. Ik kijk even nergens naar en ik klik gewoon op oké. Okay. Nou, vervolgens wordt het er toch onder gezet als een slim filter. Maar dat maakt niet uit. Je ziet dat mijn foto, omdat die uit twee lagen bestaat, nu in de uh, linkeronderhoek 77 MB is. Nou valt dat op zich nog wel mee. Maar als ik deze laag weggooi. Dan zie je dat de foto alweer bijna gehalveerd is naar 38 MB. En als je nou met hele grote bestanden werkt, met heel veel layers, dan kan dit uiteindelijk gewoon behoorlijk schelen in de bestandsgrootte. En dat scheelt ruimte op je harde schijf. Nou. Nu is harde schijfruimte niet zo gek duur meer, maar je moet eens voorstellen dat je dit met 10 uh, foto's doet van ieders 3 uh, gigabyte. Dat is wel dus weer 30 gigabyte uit één shoot. Je hebt daarnaast nog je originele, dat is misschien ook, uh, ik noem maar wat, uh, uh, 20 gigabyte. En dan tikt het op een gegeven moment toch best hard aan en uh, worden je schijven al snel kleiner. Dus dat is nog even een kleine tip daarnaast. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Dit was een informatie over slim verscherpen. Neem een abonnement op uh, het YouTube-kanaal als je op de hoogte wilt blijven van nog meer tips. Ik probeer er momenteel twee per week te doen. En zoals het er naar uitziet, lukt dat allemaal prima dit jaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.